In aflevering 11 van Super Mario Bros. Wonder kom ik Shadow Mario tegen. Halen we weer een paar nieuwe badges. En kom ik op het einde nog een geheime gang tegen? We gaan eens even kijken wat er allemaal in het kasteel te vinden is. Oh, we zijn ook gewoon helemaal doorgelopen, joh. Maar we hebben wel 15 zaadjes nodig om Bowser Jr. uit te kunnen dagen. Ik begin met de monsterjacht. Dit is de woestijn arena. We gaan voor de boer en de bloem als backup. Let's go. Oh ja. Ja, kom maar. Ja, kom maar, ontwikkelen die handel. Zo. En dan hier naar boven. Zo. Moet ik deze via de muur hier gaan pakken of zo? Oh ja, zo. Oké. Ik heb geen idee of ik snel genoeg ga. Ik heb zo'n vermoeden van niet. Ik denk dat ik heel langzaam ga. Jou heb ik ook. En nu jij nog. Huh? Kom maar. Top. Oké, wat is hier? Hoppakee. Hotseflots. Oh, die beginnen allemaal wat zaadjes te spuwen, joh. Dat is even normaal, man. Ik kan jou niet raken zo. Kom hier. Zo. Huh. Jeetje. Oké, hier zijn verstopte potten. Die kunnen we dan schieten. Oké, deze lijkt me niet zo heel moeilijk. Zolang ik mijn power-up maar kan houden. Oké, cool. Cool. Jump, jump. Jump, jump. En door. Oh, er zijn hier nog meer. Pak ze. Cool. Cool. Nog eentje. Die zit hier boven. Oh, hoe kom ik daar dan? Zo. Come on. 88 seconden. Dit duurt veel te lang. Ik denk dat ik al lang klaar op moeten zijn. Oké, hoeveel zijn dit er? 4. Door. En door. Oké, en door. Deze was niet zo heel moeilijk. Dat hebben we in ongeveer 10 seconden gedaan. Ja, ja. We hebben het gehaald. Oh, we mochten er 100 seconden over doen. En ik had 99,81 seconden. Wat een geluk. 0,19 seconden over. Oké, maar hier was ook nog een level. Tweekleurig dolhof. Oké. Wat gaat er hier gebeuren? Zo, hop. Oh, jeetje. Rustig. Rustig aan. Ja, van harte welkom. Dankjewel, hè. Hopelijk houd ik van de uitdaging. Ja, vind ik altijd wel leuk. Zolang het lukt, vind ik het leuk. Let's go, Mario. Daaronder is een 10 munt. Hoe gaan wij die pakken? Nou, ik denk gewoon terug. Gewoon via deze kant, toch? Zo, ja. Oké, makkelijk. Easy. Dan gaan wij nu denk ik naar beneden. Ja, zeker wel. Eens even kijken. We gaan hier omhoog. Ik weet niet wat ik pakte. Ik pakte iets bijzonders. Oh, kijk, een sleuteltje. Ja, gaan we zo. En dan kunnen we gewoon hierin. Ja, zeker wel. Oh, dit voelt echt als die Super Mario Bros. 2 levels van vroeger. Als ik dit juist time, dan heb ik ook nog even die muntjes. Oké, we zijn weer in zo'n donker level. Volgens mij kan ik hier niemand slopen. Oké, ik kan hun wel slopen. Deze grote denk ik niet. Oh, nee, dat ging hem niet worden. Ik stond precies op de verkeerde plek. Dat was jammer. Oké, nou what? Kan ik jou kapot maken met zo'n ding? Nee, maar wel zo, denk ik. En hier zaten nog wat andere blonkies. Zo, oké, cool. Kunnen we hierop? Gaan we gewoon zo rennen? Oh, ik had niet moeten springen. Ik vind het echt leuk hoe je die oogjes van Mario nog steeds ziet, trouwens. Wonderzaadje! Wow, Spook Mario! Nee, laat me met rust. Oké. Oh, hij doet precies wat ik doe volgens mij. Dus we mogen gewoon niet dezelfde route pakken. Want dan pakt hij ons. Ja, kijk, duidelijk. Hij doet precies wat ik ook doe. Dus ik kan gewoon eigenlijk best wel rustig aandoen. Zolang ik maar een beetje na blijf denken. Zo. Ja. Oké. Ja, we gaan door. Zo. Moet ik nu, denk ik, over hem heen springen? Oh, ik kan hem ook raken. Ik kan hem raken. Ja, gaan we hier naartoe. Oeh. En dan even kijken. Wil ik eerst deze even pakken? En dan gaan we hier het wonderzaadje pakken. Doei. Kan ik in de buis? Ik kan in de buis. Oh, maar misschien vergeet ik nu wat. Misschien ging ik nu net te hard. Misschien ben ik hier door een 10-muntje misgelopen. Dat zou zomaar kunnen. Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat daar nog een 10-muntje verborgen zat in die schaduwwereld. Ik kan hier... Kan ik hier... In, om, ja, ik kan hier naartoe. Zie je? Ik dacht het al. Oh ja. Kijk, daar is een 10-munt. En dit was de tweede. Oké, dat is goed. Dat is goed dan. Dan heb ik niks gemist. Even een sleutel pakken. Die ligt hier. Daarmee kan ik door deze deur. Kan ik hier dan doorheen? Nee. Kan ik nu bijvoorbeeld hier invallen? En zijn we dan op de juiste plek? Ja. Kijk. Dat was de puzzel. Moet ik eigenlijk alleen nog even een rode knop zien te vinden. Ja. Yeah.
Dus je moet het level uitspelen met een rode knop. Of kan ik deze aanzetten? Ja, oké. Dankjewel. Ik heb alleen wel een 10-muntje ergens nu laten liggen, toch nog. Top. Dus dat 10-muntje gaan we nog even zoeken. Oh, Florian die wordt enthousiast. Die zegt, we zijn dat Dolf doorgekomen. Deze woestijn zit vol raadsels en geheimen. Over geheimen gesproken. Er schijnt ergens in de woestijn een badge te zijn die je supersnel maakt. Eerst even dat 10-muntje pakken. Ik denk namelijk dat dat 10-muntje hier ergens zit. Aan het einde waar we niet geweest zijn. Toen gingen we net hier naar beneden. Dus ik denk dat hij dan hier moet zitten. Misschien heeft hij hem wel, dit plantje. Nemen we even deze mee? Misschien werkt deze... I need some water. Potverdorie. Oké, hier komt in ieder geval een potje met water. Kijken. Zie je? I knew it. I knew it. Daar is die. Lekker. Level compleet. Alright. Tussendoortje. Let's go. Hallo. Oh, jemig. Ik zie toch helemaal niks nu. Oké, laat me het even kijken. Zo. Ja. Hier. 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 Dan hier omhoog. Dan kan je nog één tussenjumpje doen. En dan heb je hem. Ja. Alright. Zo, die hebben we ook weer te pakken. Maar hoe kom ik daar beneden? Wat is er met de brug? Oh, oké. Ik moet hem 50 bloemenmunten geven. Oké, is goed, man. Kan jij voor mij even fixen dan? Lekker, hè. Kijk, nu heb je wel die energie, hè. Joe, dankjewel. Betekent dat de brug gerepareerd is. Nu sta ik in bloei. Nu kan ik eindelijk naar de ninja dansers kijken. Die zitten ergens onder de heuvel achter de oase. Onder de heuvel achter de oase. Ze zijn niet zo makkelijk te vinden, maar je hoort de muziek als je in de buurt komt. Zitten ze hier? Ze zitten hier, hè? Wauw, dit is lachen. De dans van de ninjas. Oké, maar wat moet ik doen? Oh, je moet op het ritme. Ja, joh. Ja, lachen. En dan verschijnen de platformpjes en dingen. Oh, het moet echt op het ritme. 2, 3, spring. 1, 2, 3, spring. 1, 2, 3, spring. 1, 2, 3. Ja. Lekker. Lekker. Leuk. En door. Oh, ik heb eentje gemist. Hey. 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 Lachen. En door. En door. En er. Spring. 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 Dit is wel echt weer een leuk leveltje, hoor. Oh, ik was weer te vroeg. Ik kan niet tegelijk praten. Moet ik gewoon niet doen. Gaat gewoon niet goed. Ik moet alleen op een ritme praten. En nog een keer. En door. En door. En verder. Ik ging verkeerd. En nu moest ik even pauze houden. Ja. 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 Oh, lachen. Kijk, daar gaat dat ding open. Die was goed. Oh, ik kon weer niet springen. Jammer dit. Oh, ik kon die ninja ook niet raken. Of ik bedoel, als ik er tegenaan loop, dan word ik geraakt. Dan gaan we weer. En gelachen. Wee! Woe! Hee! Die muzieklevels zijn wel echt vet, hoor. Heb hem! Heb eens! Ja, dankjewel voor het wonderzaadje! Jeetje, maar hier had je wel even focus voor nodig, hoor. Oké, jump, jump. Of haal ik dit gewoon? Ja, oké. De dans van de ninjas. Ja, dit level ga ik wel even onthouden. We hebben de ritmesprong badge te pakken. Oké, die wil ik wel proberen te gebruiken. Geen idee wat je daarmee precies doet, maar... Hoeveel levels heeft dit, joh? Als we nu op het ritme blijven springen, dan gebeurt er misschien iets. Maar soms lukt het gewoon niet. Dan ben je net even, heb je geen goede timing. Oh, dan krijg je gewoon muntjes. Oh, oké. Deze badge gaan we niet zo heel vaak gebruiken, hoor. Nee, die gaan we straks eruit zetten. Ik vind het helemaal goed. Oh, we kunnen gelijk in deze gouden buis. Oké, cool. Oké, deze ga ik pakken, vriend. Deze ga ik keihard pakken. Hartstikke idee. Dank u. Oké, ik ga even zo. Even hier naartoe. Oké, ja. Dan op zijn hoofd. Ja, toppie. Dankjewel, paratroempa. Topper. Je bent mijn maat. Ik denk alleen niet dat ik zijn maat ben. Maar dat maakt niet uit. Ik ga niet eens liegen. Zit hier wat tussen? Ja, daar zit een wonderbloemetje tussen. Oh, wow. Alles gaat opeens heel erg langzaam. Heel erg langzaam. Hoppakee. Ja, ik hoef geen olifantje. Oei. Kijk die Goomba's ook vallen. Oei.
En ren. En schiet. Sorry, Goomba. Eronder door. Ik wacht op jullie, dan kan ik bouncen. Ik wil bouncen. Wow. Wat komt hier dan allemaal weer? 10 muntje. Oh, ja, ja, ja. Kom eens hier. Kom eens hier. Jou heb ik nodig. Dank u. Topper. Oké. Zo, die hebben we ook weer te pakken hoor. Tempo kan er weer terug op in. Gaan we hier omhoog. Althans, dat wil ik. En dan Goomba schieten. En dan in de vlaggenmast. Oké, nu hebben we de andere kant ook. Dan kunnen we ook naar binnen. Ja. Oké, en als we dan hier naartoe gaan, hierachter. Wat is hier allemaal? Oh, is dit een geheime winkel? Oeh, dan kunnen we 3 wonderzaadjes kopen. Jeetje, maar hoe duur. Hoe duur. Hier is ook de sprint badge, die kopen we ook. Ja, maar ik vind het niet normaal. Ik vind het niet normaal. Eentje voor 200, nu moet ik nog even flink sparen. Maar we hebben de sprint badge. Lopen en sprinten we sneller dan normaal, zelfs over zand. Nou, eerst maar even de oplaadsprong 2 challenge halen. Oké. Okay. Ja hoor, is goed. Kom maar aan. Hotse vlot. Hoppakee. Oké, dan gaan we hier alvast bukken. Oh, ja, dit is wel jammer. Hoe ga je die pakken? Ik wil dat even opnieuw doen eigenlijk. Kijk, deze was makkelijk. Oh, ik had wel even die vlag moeten pakken. Opnieuw beginnen, let's go. Oké, dit is de lastigste tot nu toe hoor. Ja, ik heb hem. Daar was wel even een flinke goede timing voor nodig. Deze was minder moeilijk. Zo. Oké, dit zou ook gewoon moeten lukken lijkt me. Lijkt me nou niet de allermoeilijkste. Ja, heel goed. Oké, dit was wel leuk. Dit was wel grappig. Hey, muzikale munten. Ik hou van deze levels. Oké, we gaan lekker rennen. Oh, dit geeft me zulke flashbacks. Deze muziek. Ik wil nog niet dat dit klaar is. Ik wil chillen. Ik wil gewoon chillen. Ja, het is alweer klaar. Ah, deze was leuk. Ah, dat deed me zo denken aan Super Mario Sunshine. Oké, maar hier is ook nog wat. Schuiven in huizen Shova. Oké. En dan kom ik daar uit. Ja, dan val ik uit de lucht. Ja, en dan moet ik dit blok gaan schuiven. Oké. Zo op zijn bakkes. Ik weet niet of ik hem wel moet schieten eigenlijk. Laten we maar een beetje schuiven. Denk ik dan. Zo. Krijgen we hier iets. Zo. Krijgen we een olifant. Kan ik deze opschuiven? 10 munt. Oh, wacht, ik moet deze die kant opschuiven. Ik ben sterker! En dan kan ik hierin. Schuiven we deze in dat blokje, of in het gat hier links, zo. En dan? Oh, oké. Okay. Kan ik dit ook schuiven? Nee, ik kan dit niet schuiven. Ik kan wel hierin. Oh, wow! Oké! Okay. Ja, oké, okay, dan gaan we even naar de voorgrond. En weer terug. En dan hierop. En dan door dit deurtje. Nou, hoe bedenken ze het, hè? Dit is echt weer level design van de bovenste plank, joh. Dat is toch niet normaal. Zo, dit was lekker trouwens. Allebei in één keer. Schuiven we deze hier zo naartoe. Ik hoorde wel een geluidje. Ik weet niet wat dat geluidje betekent, maar ik denk dat we deze hier moeten schuiven. Ja, dan hebben we hier een deur. Oké, we gaan wel eerst door die deur heen. Hé, wonderbloempie. Oké, wat gaan we hier doen dan? Wow, yo. Oké, dit... Wat gaat hij doen? Moet ik meelopen of zo? Wat is dat voor Bowserbeeld? Oké, ik denk dat ik bang moet zijn voor dat Bowserbeeld. Ik denk dat ik me weg moet rennen voor het Bowserbeeld. Oh, ik moet gaan schuiven. Go! 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 Dit is wel even pittig. Oh, Bowser doet wel even rustig aan. Daar ben ik wel heel blij mee trouwens. Ik kan best wel nu nog een beetje chillen, denk ik. Huh. Wegwezen jij. Ik ben sterker, maat. Let's go. Top. En door. Deze allemaal pakken. Nou, dankjewel, hè. Wat een power, joh. Oh, deze moet hier naartoe? Deze moet door? Ik heb geen idee of dat de bedoeling was. Dat die buis daar verdween. Deze kunnen we schuiven. Let's go. En dan hebben we daar, ja, dan hebben we daar een wonderzaadje. Oké, wat moet ik nog halen? Ik ben het even kwijt. Ik moet nog 2 10-muntjes zien te vinden ergens. Daar is de eerste. We moeten met een wall jump. Zo, oké, die hebben we te pakken. En dan moet ik denk ik gewoon hier doorheen. Ik denk niet dat ik daar naar beneden moet. Oké, en nu? Van deze naar links? Ja. Ja, en daar is de volgende 10-munt. Lekker gevonden, Rick. Ik ben weer trots op mezelf. Hier, dit is een halve deur. Ik denk dat ik deze halve deur eens eventjes naar beneden moet gaan schuiven.
Gewoon zo. Komt hij maar. Val maar. Ja. Hij moet deze kant op. Zo. Ja. Top. Dan hebben we een deur. Moet ik dit eerst kapot maken zo? En dan straks dat ding erin? Zo. Ik heb geen idee. Ik weet niet waarom dit moet hoor. Wat gebeurt er als ik deze hier zet? Is dit een geheime uitgang of zo? Zou dat kunnen? Dat dit zomaar een geheime uitgang is? Dat zou zomaar kunnen, hè? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Nice. Ik denk dat we hier de geheime uitgang gaan vinden. Huppakee. Ja, en leven tot ons dan nog wat op. Ah, hier zijn 3 zaadjes aan het einde in ieder geval. Dus deze moeten we sowieso nog een keer uitspelen. Wat ziek idee. En dan hebben we nog een paar levels te gaan. Ik moet nog vinden hoe ik hier beneden kom. En hierboven zijn ook nog wat levels. Dan is het weer tijd om Bowser Jr. te verslaan. Oh, wacht eens even. Ik ben hier nu naartoe aan het lopen. Waar kom ik dan uit? Dat gaan we zien in de volgende aflevering. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij die video. Mazzel!